super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van juni laten zien. Het mandje zit echt heel vol. Ik kan jullie niet eens laten zien omdat de spullen eruit vallen. Dus ik ga je laten zien welke producten ik heel erg fijn vond. Welke ik zeker kan aanraden. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten van juni, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een aantal nagellakjes van Catrice. En dit zijn de Icon Nails Gel Lakkers. Ik zag heel toevallig gisteren een filmpje voorbij komen van iemand die hem droeg. En daar bleef hij echt gewoon letterlijk best wel wat dagen mooi zitten. Bij mij houdt hij dat niet. Ik weet niet hoe dat komt. Ze beloofden 7 dagen mooi te blijven zitten. Maar dat deden ze bij mij dus absoluut niet. Maar de kleurtjes zijn wel heel mooi. Ik heb hier allereerst de kleur 99 Cent Inside. Dat is deze kleur. Ze hebben dus altijd een dubbele dop. Dat ziet er gewoon wat mooier uit. Maar dit dopje is gewoon makkelijker om te lakken. Ze hebben een vrij basic kwastje. Kijk, je kunt hier prima je nagels mee lakken. Maar ik vond de kleurtjes dus vooral heel erg mooi. Dus niet vanwege de langdurigheid, maar de kleurtjes waren heel mooi. Dat is allereerst dit kleurtje. Dan heb ik deze kleur en dit is de kleur 120 Pink Clay. Dat is een wat lichter kleurtje, ook wel heel mooi. De doppen zijn tegenwoordig ook gemaakt voor 94% uit gerecycled materiaal. Als mensen dat willen weten, dat gaat dus om deze dopjes. Dat is deze. Dan heb ik een leuk geel kleurtje en dat is de 108 Pastel Lemon. Ook een heel leuk kleurtje. Ja, ik begreep dat er een aantal kleuren best wel weer het assortiment zouden verlaten. Dus ik had er nog een aantal liggen. Dus ik dacht, die haal ik dan even naar voren met het schrijven van een review. Dan heb ik hier 107 Peach Me. Leuk kleurtje ook. Leuk oranje. Ook wel een beetje lente. Ja, ook wel voor de zomerachtig. Ik heb nu ook een pastel tintje op. Dan heb ik deze blauwe. En dat is 117 Aqua Manicure. Heel leuk kleurtje ook. Dan hebben we nog de kleur 60 Let Me Be Your Favorite. Dat is deze. Die is wat aan de lichte kant, maar het is op zich wel leuk. Als je een nagellakje op wil die niet zo opvalt, is dat echt een heel geschikt kleurtje. Dan heb ik nog de 121 Mint To Be. Een groen kleurtje, ook super leuk. En het laatste kleurtje wat ik heb, dat is de kleur 109 Sneakers & Denim. Ook een heel erg leuk kleurtje, dus ook echt een aanrader. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van Essence en dit is het Dancing Cream Eyeshadow paletje. Hoe leuk is deze? Doet me gelijk denken aan ABBA. Dancing Queen, als je ook naar de namen kijkt. Een van de kleuren heet bijvoorbeeld Only 17, je hebt Night Is Young. Watch That Scene, You Can Dance, Feel The Beat en Rock Music. Dus het brengt je gelijk een beetje naar de ABBA-sfeer. Ze hebben meer van dit soort paletjes uitgebracht die dus inderdaad geïnspireerd zijn op bekende liedjes. Maar ik heb nu dit kleurtje, of dit paletje. Hij heeft dus een spiegeltje aan de binnenkant. Dit zijn de kleurtjes. De oogschaduw heeft een vanillegeur, wat echt heel lekker is. Het zijn hele handige paletjes die je ook heel makkelijk mee kunt nemen. Bijvoorbeeld op vakantie of misschien als je een nachtje weggaat. Dit is de pigmentatie. Ik ga er wel gelijk bij zeggen, het moeten wel kleurtjes zijn die bij je passen. Het zijn natuurlijk wat groen en nude tinten. Ik kan me voorstellen als dat niet helemaal je ding is, dat dat best wel een beetje heftig is. Maar ik moet zeggen, ik vond het wel heel leuk. Je kunt er best wel een leuke ooglook mee maken. En ja, die vanillegeur is gewoon echt heel lekker. Dus echt een heel leuk paletje. Ik werd er heel blij van. Dan heb ik een make-up handschoen. Een make-up removing handschoen, moet ik zeggen. En deze komt bij de HEMA weg. Ik heb hem nog eventjes in de verpakking gelaten. Het is zo'n handschoen die je enkel met water nat maakt en dan kun je je make-up verwijderen. Mocht je denken, ik vind het met water niet zo'n aanrader, kun je er ook gewoon je eigen make-up remover op doen. En dat is heel fijn. Je gooit hem in de wasmachine en daarna is hij weer klaar voor gebruik. Helaas wordt hij niet helemaal goed schoon. Ik heb hem op 60 graden gewassen volgens mij. Nou, hij blijft dus wel heel mooi.
Want oorspronkelijk mag die op 40, maar ik heb hem bij 60 graden was gedaan, omdat ik er dus geen wasverzachter dan bij hoefde te doen. Maar hij is dus niet eens helemaal schoon geworden. Dat vind ik wel jammer, maar het zijn gewoon wel hele handige producten. Het voelt ook heel lekker zacht aan, dus ik werd er wel heel blij van. Alleen jammer dat hij dus niet helemaal schoon is geworden met de was. Dan heb ik twee lipsticks van Essence. En dit zijn de Long Lasting Lipsticks. In de kleur 04 Naïef en 08 Passionate. Het zijn niet hele bijzondere verpakkingen. Ze zijn gewoon basic zwart. Het gaat natuurlijk om de lipsticks die erin zitten. Ze hebben wel een hele lekkere geur. Dit is de 04 Naïef. Een beetje een donker kleurtje. Ja, ik vind het zelf wel heel mooi. Ja jongens, het is weer zover. Ik zit een video op te nemen en de katten moeten weer op de kattenbak. Ik weet niet wat dat altijd is. Dus dat is deze kleur. En ik heb dan hier de 08 Passionate. En dat is meer een rode kleur. Heel mooi kleurtje. Ze hebben een hele lekkere geur. Blijven ook goed zitten hoor. Blijven goed op zijn plek zitten. Echt wel een hele dag. Ja, misschien met eten en drinken. Nou, met drinken valt het wel mee. Maar ik denk met eten dat je er misschien nog even moet bijwerken. Dit is dan de 08. Twee hele leuke kleurtjes. Ik werd er zelf wel heel blij van. Dus ja, ik vond het wel hele leuke lipsticks. Dus dat vond ik heel fijn. Deze twee. Dan heb ik van Betty's, en dat is een lijn die ze verkopen bij de Action, de Multipurpose Balm. En hier zit Aloe Vera in. Deze is voor droge lippen, een droge huid en kun je ook voor je nagels en je nagelriemen gebruiken. Hij is compleet vegan. Ik vond het echt een hele fijne balsem. Ik heb hem gebruikt voor mijn lippen, maar ook voor mijn huid. En ik moet zeggen, het doet echt wel wat. Hij heeft gewoon een basic openingetje. Het is gewoon verder een basic balmpje. Ik kan wel even wat opbrengen, dan smeer ik hem gewoon lekker in. Kijk, hij is dus een beetje transparant. Oh, hier zit hij. Het is dus een transparante balsem. Maar het is wel een hele fijne balsem die heel makkelijk uitsmeert. Ik heb hem even uitgesmeerd en je ziet hem niet meer. Vooral echt voor droge plekken is hij wel heel fijn. Maar mijn droge plekken zijn momenteel best wel hardnekkig. Waardoor ik toch even naar een andere crème ben overgestapt. Maar het is echt wel een hele fijne crème. En er schijnen dus nog meer varianten van te zijn waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben. Maar deze is echt heel fijn, want die werkt echt heel goed. Ook voor je nagels. Echt gewoon als je droge nagels hebt, je merkt meteen dat het goed intrekt. Dus dit vind ik ook echt een aanrader. Ik koop dus bij de Action. Hele fijne, fijne balsem. Dan heb ik van Catrice hier een anti-redness primer. En dat is deze. Dit is de Corrector anti-redness primer. Hier zit Sia en Alatuan in. Misschien spreek ik het verkeerd uit. Het is gewoon zo'n primer dat als je rode plekjes hebt, je die kunt verhullen. Je kunt hem gewoon aanbrengen onder je make-up. Ik moet zeggen, ik schrok de eerste keer echt onwijs, want ik leek wel Shrek toen ik hem had aangebracht. Ik had hem gewoon aangebracht op mijn hele gezicht. Ik had best wel wat rode plekken. En ik begon dat in te smeren. En ik dacht, ik ben echt Shrek nu. En daar schrok ik best wel van. Daarna bracht ik mijn foundation eroverheen aan. En toen ging het gelukkig gewoon weg. Je zag er niks meer van. Hij heeft een basic opening. Maar ik vond het best wel even schrikken van die groene kleur. Maar hij werkt wel echt. Want hij maakt je gezicht echt gewoon niet meer. De rode plekken, die verhult hij echt. Ik heb hem even geswatcht. Ik zal hem even insmeren. Kijk, nou, zo zag mijn gezicht er dus uit. Dus je kunt je voorstellen dat je je dan een beetje, Shrek-achtig voelt. Dat je een beetje schrikt. Maar daarna met de foundation eroverheen vaagt dat meteen weg. Het is geen primer die ik zou aanraden als je geen make-up gebruikt om dan te dragen, want dan blijf je echt groen eruit zien en dat wil je niet. Dus het is wel echt een primer die het beste te dragen is in combinatie met foundation. Maar hij dekt echt de rode plekken heel goed. Dan heb ik hier
een Bubble Face Cleanser van Rosewater van het merk Beauty Depth. Dit wordt verkocht bij de Action en ik ben hier heel erg van onder de indruk. Ik heb hier lekker mijn gezicht mee gereinigd. Ik had mijn make-up verwijderd. Ik denk, oh, ik ga het eventjes lekker aanbrengen. Het ruikt super lekker. Het is een hele lekkere geur. Er zit ook, even kijken hoor, de mask Rosewater in. En hij reinigt je huid echt heel goed. Ik had daarna echt een heel erg schoon gevoel toen ik mijn huid had gereinigd. Ik dacht echt, oh, dit voelt lekker. De geur is heel aangenaam. Ik denk ook dat het een hele fijne is om onder de douche te gebruiken. Ik heb hem nu gewoon gebruikt voordat ik ging douchen. Maar het is echt een heel erg fijn product. Je masseert het eigenlijk op je... op een nat gezicht in. En je moet wel contact met de ogen vermijden. Daarna spoel je het af en je hebt echt een heel fris en schoon gevoel. Dus echt een hele fijne lijn. Te koop bij de Action. Mocht je hier nieuwsgierig naar zijn, zeker een aanrader om deze lijn eens te bekijken. Ik heb er al meerdere producten van geprobeerd. Ik ben er echt fan van. Dan heb ik van Essence een trendeditie. Ik ga hier niet al te lang bij stilstaan, want ik heb hier al een uitgebreide video over opgenomen. Mocht je die video nog niet gezien hebben en er alsnog nieuwsgierig naar zijn, zal ik de link even in de beschrijving zetten. Maar dat is de Blooming Bright collectie. Ligt op dit moment in de winkel, overigens. En ik heb hier allereerst de Mattifying Stone Roller. En dat is deze. Dit is dus zo'n... steen. En als je die over je gezicht heen haalt, gaan de glimmende plekken weg. En ik vond het eerst een beetje moeilijk om in de video er echt een duidelijke mening over te geven. Maar ik heb hem nu een aantal keer geprobeerd. En ik zie echt dat hij mijn gezicht... De glimmende plekken van mijn gezicht echt weghaalt. Dus vooral bij de T-zone en dat soort dingen. Dus echt een aanrader. Hij komt overigens in een doosje. Dus zo ziet hij eruit als je hem in de winkel ziet staan. Dan heb ik de blush lighter. Dit is eigenlijk een blush en highlighter in één. Ik heb hem zelf wel echt gebruikt als blush. Heeft de naam 01 Bloom With Me gekregen. Het is dus eigenlijk gewoon een combi product. Het is dus een blush en die heeft licht reflecterende gouden deeltjes. Ik moet heel eerlijk zeggen, die zag ik gewoon niet. Die licht reflecterende gouden deeltjes, die zag ik op mijn gezicht niet terug. En ik heb toen ook al heel snel besloten, hier is even de swatch, om deze alleen als blush te gebruiken en niet als highlighter. Want daar vond ik hem echt te fel voor. Maar hij heeft echt een hele goede pigmentatie. Dus als blush vond ik hem echt... fantastisch. Voor de mensen die nog willen weten hoe die stone roller heet. Die heet 01 Bright and Ready to Roll. Ook uit die collectie heb ik twee lip glow sticks. Dat zijn deze in mooie verpakkingen. Ik heb ze in de kleuren 01 Smiling Bright en 02 Bloom Up. Het zijn... Zo zien ze eruit. Het zijn hele mooie producten voor de lippen. Ze geven een lichte kleur af. Het is niet een hele intense kleur, maar gewoon licht. En ze verzorgen je lippen heel erg. Want je hebt echt een hele verzorgingsboost met deze glow stick. En hij geeft dus echt een mooie glow aan je lippen. Ik moet zeggen dat ik de roze intenser vind als de oranje. Want dit is de oranje kleur. Die zal ik er even naast doen. Maar die valt wel wat meer weg. Dus ja. Dit zijn de swatches. Als je ziet is de oranje een stuk lichter als de roze. Ik moet zeggen dat ik ze op mijn lippen wel iets feller vond. Als dat de swatch eruit ziet. Maar hele fijne verzorgende lipproducten. Ook uit die collectie heb ik het eyeshadow en eyeliner palette. En die heeft de naam 01 CB Blooming gekregen. Het is dus een palette met oogschaduw en twee kleuren eyeliner. Die je zowel nat als droog kunt gebruiken. Als je hem nat maakt, krijg je echt een eyeliner. Als je hem droog gebruikt, kan die ook als oogschaduw gebruikt worden. Ik heb hem droog ook als eyeliner geprobeerd. En dat werkt ook heel goed. Want ik ben vaak niet zo van de natte producten. Heeft deze kleuren. Het zijn kleuren die je weer moeten liggen. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Het zijn wat gewaagdere kleuren. Ik zal ook eventjes een van de eyeliners opnemen. Kijk,
Dit is dan de eyeliner en dit zijn de oogschaduwkleuren. Ze hebben echt een hele goede pigmentatie. Maar het moeten kleuren zijn die je liggen, want ze zijn best wel aan de heftige kant. En ja, als dat je ding niet is, dan snap ik dat je dat ook niet zult gaan gebruiken. Ik vind het leuk om daarmee te experimenteren. Ik ben er ook wel wat meer van geworden, maar vroeger zou ik dat ook niet gedaan hebben. Maar tegenwoordig vind ik het heel leuk, maar ik vond het een heel fijn en mooi oogschaduwpaletje. En leuk ook met de twee eyeliners erin. Dan heb ik van de HEMA de Reusable Makeup Removing Clothes. En dit zijn dus van die make-up removing doekjes. Je krijgt er 3. Ze zijn geschikt voor alle skin types. En dat is heel fijn. Je krijgt dus 3 doekjes. Een roze. Een grijze. En een donkerroze. Nou, hetgene wat je waarschijnlijk gelijk ziet, ze zijn niet schoon. Ik heb ze gewassen, ze worden niet schoon in de was. Het is eigenlijk precies hetzelfde verhaal als met die handschoen. Je blijft vuiligheid zien. En ik snap het niet, want ik heb ze gewoon gewassen. Maar ja, het blijft vies. Je krijgt ze niet helemaal schoon. Dat vind ik jammer, want ik heb bijvoorbeeld met die... Ik heb ook van die hele grote wattenschijfjes die je kunt hergebruiken van HEMA. Die worden perfect schoon. Die zijn wit. Maar deze krijg ik niet schoon. Het zijn wel hele fijne doekjes waarmee je dus je make-up kunt verwijderen. Dit is dan nog even de grijze. Die wordt dan nog wel redelijk schoon. Daar zie je niet echt van dat die vies is. Maar ja, die heeft ook een donkere kleur. En deze zie je het ook heel goed. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel jammer dat het niet schoon wordt. Want ze zijn gewoon echt gewassen. Maar ja, goed. Ik krijg het dus niet goed schoon. Wel hele fijne zachte doeken waar je dus heel erg makkelijk je make-up mee kunt verwijderen. Ook weer met water. Mocht je dat dus niet fijn vinden, kun je dus je eigen make-up remover gebruiken. Maar ze maken wel heel fijn je gezicht schoon. Je gezicht ziet er ook echt heel schoon uit. En ik vind dit soort producten ook fijn voor bij de ogen, omdat het best wel gevoelig is. Dan vind ik dit net wat zachter dan een wattenschijfje. Dus het zijn wel hele fijne doekjes, maar net wat ik zeg, jammer dat je ze dus niet goed schoon krijgt. Deze komen dus in een doosje, mocht je er naar op zoek zijn. Ze zitten in een doosje als je ze koopt. Dan ben ik toe aan de laatste producten. Deze zijn van de limited editie Secret Garden van Catrice. Ook hier zal ik niet te lang bij stilstaan. Heb ik een uitgebreide video over opgenomen. Ook hiervoor geldt. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Mocht je deze video nog willen zien. Ik heb hier allereerst het gezichtsserum. Deze heeft de naam C01 Secret Gateway gekregen. Het is een heel fijn serum. Er zit een hele mooie bloem in. Ruikt heel erg lekker. Echt een beetje een zoet luchtje. Het is wel zo, dit bloemetje, dat gaat hij opnemen. Dus je ziet nu die mooie bloem, maar hoe vaker je het op, hoe vaker je het serum gebruikt, die bloem, die gaat uiteindelijk, die maak je dus op. Je ziet hem hier, bij de zwart zie je ook een klein stukje van het bloemetje erin zitten als je heel goed kijkt. Een heel fijn gezichtsserum. Heerlijke geur, voelde heel fijn aan op mijn gezicht. Het prikte ook totaal niet, wat ik heel fijn vind, omdat mijn huid best wel gevoelig is. Heb ik soms best wel dat product te kunnen prikken. Deed deze absoluut niet, dus echt een heel fijn gezichtsserum. Dan heb ik ook 3 lipolies. Die vond ik ook echt fantastisch. Ik heb ze in de kleuren C01 Lips Don't Lie. Dat is deze kleur. Dan hebben we de C02 True Bloom. Deze. En dan hebben we nog de C03 Secret Kiss. Dit zijn lipolie die ook echt een klos geven. Dus eigenlijk, ja, je krijgt er een beetje glossy lippen van. Er zitten verzorgende olies in en vitamine E. En daardoor voelen de lipolies heel verzorgd aan op je lippen. Je lippen worden er heel erg lekker zacht van. Ik zal ze nog eventjes swatchen. Maar echt heel fijn. Ook deze hebben weer een heerlijke geur, moet ik zeggen. En ik ben heel gevoelig voor geurtjes. Ik vind het gewoon fijn als iets lekker ruikt. Dat doen ze absoluut. Hele fijne verzorgende lipolies. Die dus echt inderdaad ook een hele mooie glow achterlaten. Dus het lijkt een beetje alsof je een lipgloss draagt. Maar dan verzorgd. Ook omdat ze lichte kleur geven.
zo zien de swatches eruit. Echt hele fijne lipolies vind ik het. Die ik zeker met droge lippen echt graag ga gebruiken. Want ik ben lipolie echt wel meer gaan waarderen. Omdat ik het heel fijn vind. Ik vind het ook heerlijk om 's nachts te gebruiken. Maar deze zijn ook heel erg fijn. Omdat ze dus kleur geven voor overdag. Als je droge lippen hebt. Dan hebben we ook nog 3 lipsticks uit die collectie. En die hebben gewoon een prachtige huls. Die zien er zo uit. Ik heb ze in de kleuren C01 Hide & Kiss, C02 Kiss & Tell en C03 Little Secret. Het zijn hele mooie lipsticks met een heel erg leuk patroon. Dit is een van de kleuren, dit is de eerste kleur. Hebben ook een heerlijke geur en zijn mat. Dus het zijn matte lipsticks, maar het fijne van deze lipstick vond ik dat ze niet... je lippen uitdrogen. En dat is vaak wel zo met matte lipsticks. Vaak worden je lippen er heel droog van. Dit is de tweede kleur. Maar dat doen deze dus totaal niet. Want ze verzorgen je lippen op de een of andere manier ook nog. En dat was wel echt heel erg fijn. Dit is de laatste kleur. Ja, ik vind het echt prachtige lipsticks. Waar ik echt heel erg van genoten heb. En die ik ook met heel veel liefde wil gaan dragen. Omdat ik ze echt heel mooi vind. Dit zijn nog even de swatches van de kleuren. Echt hele mooie kleuren. En dan ben ik ook gelijk toe aan het laatste product. En dat is het Face & Cheek Palette. Ook uit die collectie. Ziet er ook prachtig uit. Heeft de naam C01 Garden of Dreams. En dit is gewoon een gezichtspalette. Met een spiegeltje aan de binnenkant. Er zit een bronzer in. 2 highlighters en een blush. Het zijn wel... producten. Die, zoals je kan zien, een vloeibare textuur hebben. Dus je smeert ze meer uit. Het is geen poeder. Ik moet zeggen, dat vond ik eerst eventjes wennen. Maar ze blenden heel makkelijk in. Je kunt deze producten dus heel erg makkelijk inblenden. Je ziet ook gewoon dat ze al wat natter zijn als je in het paletten kijkt. Maar het zijn dus producten die je heel makkelijk kunt inblenden. Die makkelijk aanbrengen, maar ook dus echt heel simpel te blenden zijn. En dat maakt het palet echt heel fijn. Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan, maar het was echt heel makkelijk. Dus ik was wel heel erg tevreden over het palet, omdat het er ook heel erg mooi uitzag op mijn gezicht, vond ik zelf. En omdat het blenden zo goed ging, goede pigmentatie, dus ik ben zeer tevreden. Dan waren dit al mijn favoriete producten van juni. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie al eens een van deze producten hebben geprobeerd. Of dat je naar aanleiding van deze video misschien nieuwsgierig bent geworden naar bepaalde producten. Of misschien zijn er producten waarvan je denkt, nou die zou ik dus absoluut laten liggen. Laat het zeker even weten in de comments. Ik vind het altijd wel leuk om te horen. Ik ben in ieder geval weer heel blij dat ik mijn producten in mijn stash kan gaan opbergen. En weer lekker vaker kan gaan gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een rode button. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet om het belletje aan te zetten. Want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!